Ik ben bang dat de huisbaas hier binnen een paar dagen zal staan en dan ons hier gaat buiten zetten, hè, want we hebben al 2 maanden geen huur betaald. Als we nu een filmpje maken dat jij aan het trappen bent en dan zetten we dat online, en dan gaan er ook keiveel mensen dat zien. Zoals Justin Bieber. Ja, ja. Kijk, hij ligt daar zo stilletjes en dat is niet normaal. En daarmee hadden wij graag willen vragen, Robin, zouden jij een keer naar de dierenarts niet willen gaan? Ik weet niet, jij bent echt gewoon te jong of te dom of zo, maar eindelijk gewoon hier. Begrepen? Die gast durft, hè? Maar ik weet gewoon echt niet wat ik verkeerd gedaan heb. Maar je hebt ook helemaal niks verkeerd gedaan. Dat is gewoon je Mehmet, dat is een speciaal geval. Echt, je hebt echt niks verkeerd gedaan. Weet je wat ik dan nog het ergste vind? Hij heeft dat bandje gewoon weggegooid, hè? Meent je dat nu? Wegens dat akkefietje met Valentijn. Ja. Kom. Maar Emma, ik moet daar echt niks aan aantrekken. Dat is je gewoon, echt. Dat snap ik echt niet. Als hij hier zou zijn, ik zou ze een nek omwringen. Je zou niet weten welke mama ze aanwendt. Zou ze een beste dag niet zijn. Kom, veeg je tranen. Maar weet je, misschien komt het allemaal nog goed, hè? Allee. Ophouden nu, kom. Normaal moet ik me echt niet met liefdesleven van mijn beste vriendin, maar nu ga ik echt wel iets zeggen. Het is oftewel mij of Mehmet. Je hebt de keus. Ja, maar je hebt gelijk. Ik moet die gast gewoon echt uit mijn kop zetten. Ik zie er waarschijnlijk niet uit. Wat vind je van? Nee. Vermoeiend. Amai. En wat zei? Ja, dat hij er ook door zit. En dat hij er heel veel spijt van heeft. Dat hij dat niet voor zichzelf heeft gedaan, maar eigenlijk voor ons. En hij vroeg of ik geld kon storten, zodat hij iets kon kopen. Ja, Robin, dat is daar echt hard zijn, die gevangenis. Zorg er maar voor dat je daar nooit terechtkomt. Verschrikkelijk. Daarvoor moet je eerst iets misdoen, hè, mama? Ja, dat is waar. Anders geraakt je daar niet. Je hebt gelijk. Allee, dat denk ik toch. Mm. Dat is waar. En? Je moet daar dus een maand blijven? Ik weet het niet. Straks moet hij voor de raadkamer komen en dan gaan ze beslissen of zijn aanhouding verlengd wordt. Maar zijn advocaat had al gezegd dat hij daar niet op moet hopen. Dus, ja. En wat gebeurt er nog? Zijn ze nog mee iets bezig? Of? Ah ja, die onderzoeken hier in de buurt die zijn al afgerond, hè. Maar ja, nu denken ze, of ze zijn aan het onderzoeken wat hij nu ook iets te maken heeft met die inbraken in het ziekenhuis. Ook dan nog? Ja, Robin, Bart zegt dat hij daar niks mee te maken heeft, hè. En eigenlijk geloof ik hem wel. Weet je? Het is eigenlijk geen slechte mens, hè. Hij heeft echt stomme dingen gedaan. Hij heeft zichzelf echt in de problemen gebracht. En hoe dat dan nu verder moet... Want ja, hij wil Jesse zien, maar dat is allemaal niet zo gemakkelijk, hè, in die gevangenis. Wat gebeurt er nu met Jesse? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een beetje afwachten wat de raadkamer nu gaat beslissen, hè. Allee, ik heb mijn gedacht wel aan Bart gezegd. Hè. Ik heb gezegd hoe ik erover dacht en hoe ik het zou aanpakken. Maar hij is de papa, hè. Ik zou het liefst van al hebben dat hij hier bij ons kan blijven, hè. Want wij zien hem echt heel graag, hè. Ja. Allee, hij is mijn zoon, hè. Dat weet jij ook, hè, Robin.
Maar hij woont al zoveel jaren bij ons. Dat het ook wel een beetje een zoon van mij geworden is. Hè. Hm? En voor mij ook echt een broer. Dat is waar. Smile, the worst is yet to come. We'll be lucky if we ever see the sun. Got nowhere to go, we could be here for a while. But the future is forgiven, so smile. Krijg niet kunnen. Allee, jong. Ik wou juist een handtekening vragen. Nee, kijk. Maar alleen niet zo stressen, jong. Het is toch alleen maar voor ons twee. Allee, ja, je moet niet denken aan al die mensen die op internet gaan zien. Dat helpt niet, hè. Nee, ik zeg het maar, dat helpt niet. Echt jammer dat Robin er niet is, eigenlijk. Hij moest die zieke cavia nog naar de dierenarts brengen. Ja. Maar hij kent mijn teksten toch sowieso. En hij gaat deze filmpje toch ook zien, denk ik. Ja. Maar kom. Doe maar. Oké. Yo. Ja, nee, wacht, hè. Ik moet eerst nog filmen. Wist je? Het is gewoon opwarming van stem, snap je? Ik wist dat wel, hè? Ja. Ja? Hoi iedereen, ik ben Jamil en ik ga rappen. Verdeeldheid is overal om me heen. We wijzen naar een ander als we vluchten voor een probleem. De tijd dat ik veranderen moest, is al lang al geweest. Maar als we elkaar leren kennen, ja, dat kan het nog steeds. Ik zie oorlog in het westen, oorlog in het zuiden. Oh, wacht. Hoi. Ja, dat is niet erg. Dat knippen we wel. Dat was echt goed, hoor. Ja. Ja? Maar ja. Zeg maar, had je eigenlijk ook nog een rap voor mij of heb je dat gewoon verzonnen? Echt waar? Vraag aan Robin. Ja, dat is echt waar. Ik denk dat ik die wel wil horen. Ja, die willen we wel horen. Ze wilde echt niet. Jawel. Nee. Ja. Een klein stukje dan. Ja, een heel groot klein stukje. Klein stukje dus. Het gaat zo'n beetje als... Het komt niet altijd van de goede kant. Een engel, een duivel, aan mijn schoudersrand. Maar ik ben bang en dat geef ik ook nu eerlijk toe. Want als ik jou zie, dan is mijn mondje snel toe. Mijn vader die me ermee plaagt en dat is niet fijn. En jij die het negeert en dat maakt me klein. Zoals wilde ik zijn als mijn friends. Een white boy van de buurt. Dat is echt toch wel leuk. Dat is, ja, echt, dat is echt mooi. Ja, echt of wat? Maar hè? Nee, maar. Nee, dat is echt zot. Het is echt schoon. Nice, man. Maar serieus. Ja, het is echt schoon. There's a whole lot of heart in me. I feel it under my skin. And I know and I know and I know. There's a whole lot. Ah, dag Robin. Ja. En met Davidje. Oh. Ben je daar, jongen? Was bij een dierenarts. Goed, hij is flink geweest. Ja. En hoe lang gaat dat duren? Wat heeft de dokter gezegd? Ik zal het eens direct vertellen. Oei? Hij is dood? Nee, hij is gewoon verdoofd. Ja? Hij beweegt nogthans nu. Maar als hij dood is, kan hij niet bewegen, hè? Nee, gewoon verdoofd. Hè. Ah. Maar ik zal beginnen bij het begin, anders. Hè. Dus... Wat ik meegekregen heb, is een flesje. En wat dat daarin zit, dan moet je in het water doen van hem. En zo zal het beter moeten worden. Maar dan gaat Camille daar ook van drinken. Ja, maar dat is juist goed, want er is een grote kans dat Camille dat ook gaat krijgen allemaal. Oei, maar Camille is springlevend, hè? Heb je dat wel goed begrepen? Heeft de dokter dat zo gezegd? Want hij zegt zelf dat er een bacteriële infectie is aan de lymfknopen ook. Dus daarmee ga je het... Moet het doen. Maar dan ga ik een dubbele portie druppeltjes geven. Ja, maar dat moet je nu ook niet doen, hè. Je moet doen wat Robin zegt, hè. Ja, nee, wat de dierenarts zegt. Ja. Maar hij beweegt nog altijd niet, hè. Nee. Maar dat is door die verdoving. We blijven optimistisch. Het gaat wel een auto komen. We moeten wel, hè. Ja. Kijk, Rob, ik ga je daarvoor iets geven, ze. Kijk. Alsjeblieft, jongen. Zoveel. Dat heeft u wel verdiend, hè. Ja. Wij kon het alleen niet doen en naar de dierenarts gaan. Dus wij zijn blij dat jij geweest bent. Weet je, ik ga dat aan mama geven. Oh. Ze is nu ook al weer weg naar Bart. Zij kan het wel meer gebruiken dan ik. Ah. En alles kan helpen, hè, jongen? Ja. Wij, man. Houd ons op de hoogte, hè. Ja, dat ga ik doen. I leave all the windows open, let the light come through. Sunshine, warm and golden morning,
making all things new. Mee weg. Dank je wel. Nog een keer bedankt, hè, Robby. Tot de volgende keer. Ja, zorg goed voor David. Salut. Dag. Hey. Wilt je ook eens? Nee, dank u. Wilt jij, Pienike? Laat dan maar. Heb je nog iets van Mehmet gehoord? Heel kort eigenlijk. Hij zei tegen mij heel trots dat hij Emma had gedumpt. Zo fier dat hij dat zei. En dan zei hij daarna ook nog dat ze een domme trut was. Ik had zo'n zin om tegen hem te zeggen dat hij de boom in kon, hè, maar ik heb het maar niet gedaan. Ik had geen zin in zo'n ruzie. Dan gaat het bij je thuis. Mama is nu mee eens naar de gevangenis. Marta? Blijkbaar wel. Ik ben eens benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Met Bart dan of wat? Ook. En met Jesse. Ja. Ik zou echt niet willen dat hij weggaat. Ik heb ook tegen mama al gezegd dat hij echt aanvoelt als een broer. En ik heb daar gewoon zo'n goede band mee gekregen. Ik wil gewoon niet dat hij weggaat. Ja. Ik snap het wel een beetje. Ik heb dat eigenlijk ook al met Rasha. Allee, ik ken die dan veel minder lang als jij Jesse kent, hè, maar toch, je groeit zo snel naar elkaar toe. En ik zou eigenlijk ook niet willen dat hij weggaat. Ja. Maar jullie hebben dan ook weer een voordeel. Jullie leeftijd ligt veel dichter bij elkaar. Kijk naar mij en Jesse. Zo kwaar. Hij is zo klein nog. Ik kan moeilijk tegen Jesse zeggen dat ik mezelf haat. Hè. Robin, haat. Dat moet echt niet zeggen. Misschien is haat een iets te groot woord, ja. Maar het komt er toch dichtbij. Of het is er bijna zelfs. Maar je mocht dat echt niet zeggen. Je bent een knappe gast. En er is niks dat jij niet kunt, echt. Je bent kei lief voor je mama. Je staat altijd klaar voor Antoinette en Bernadette. En je bent nog eens kei goed op school ook. Elektrohout. Ja? Weet je dat mijn vader dat ook deed? Dat geeft mij wel zo het gevoel dat ik echt op hem lijk. Ja. Maar Robin, je smijt echt alles op een stapel, joh. Je moet echt nog verder gaan praten met die psycholoog, want het zit echt diep. Echt waar. Ik ga dat doen. Maar één ding is zeker, hè. Wat er met mij gebeurt, ga ik nooit mijn kinderen aandoen. Ja. Maar je weet dat je altijd naar mij mocht toekomen, hè. Als er zoiets iets is of je wilt gewoon praten. We zijn er voor je, hè. Daar heb je vrienden voor. Dat weet ik. Hey Dirk. Ben je klaar voor de trip? Ja hoor. Ja, maar komt Robin nu echt niet? Wow! Denk jij ook nog veel aan Mehmet? Waarom vraag je dan? Ah, Lore. Robin! Niet zo hard roepen, je weet nooit wie hier is. Maar ja, we moeten hem wel vinden, hoor.